Vijf dagen zat de vijfjarige Ryan vast in een diepe put. Gisteren hebben ze hem er eindelijk uit kunnen halen. Maar het was te laat. Ryan heeft het niet overleefd. Ryan viel dinsdag in de put in Marokko, in het dorp Tamorot. Het gaat om een hele smalle en diepe put, zo'n 32 meter diep. Het gat was te smal om hem er met een touw uit te trekken. Daarom moest er iets anders gebeuren en dat kostte veel tijd. Reddingswerkers groeven met machines naast de put. Eerst helemaal naar beneden en daarna opzij. Maar doordat de bodem daar heel rotsachtig is, duurde het extra lang. Gisteravond lukt het hen dan eindelijk om Ryan te bereiken. Hij wordt direct naar het ziekenhuis gebracht. Veel mensen juichen omdat Ryan er eindelijk uit is. Maar hoe het met het jongetje gaat is dan nog niet duidelijk. Al snel komt er slecht nieuws uit het ziekenhuis. Ryan is niet meer in leven. Heel Marokko leeft mee. De koning heeft de ouders van Ryan gebeld en laat weten dat hij aan hen denkt. En ook uit andere landen komt steun.